Beroepsbrandweerlieden in het hele land draaien vanaf vandaag uit protest zondagsdiensten, omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Ook in Arnhem wordt het werk neergelegd. RTV Arnhem peilde de stemming in de brandweerkazerne aan de Rietgrachtstraat. Ja, ik heb begrepen dat jullie acties voeren. Waarom voeren jullie deze acties? Wij voeren acties om de landelijke acties te ondersteunen voor een betere FLO-regeling. Wat houden de acties in? De acties houden met name in dat wij ludieke acties doen. Ten eerste de uitdruk voor de burgers blijven gewaarborgd. Dat blijven wij ten alle tijde doen. De acties houden in dat wij bijvoorbeeld zullen gaan collecteren vrijdag op de markt voor de Brandwondenstichting. Wat zijn jullie eisen? We hebben niet echt eisen. We hopen dat de vertegenwoordigers snel bij elkaar komen en de werkgevers. En dat daar een goed FLO-recht uitkomt. En dat iedereen moet langer werken. Iedereen moet langer werken. Wij als brandweermensen moeten ook langer werken. Dat accepteren we ook. Maar daar moet wel iets goeds uitkomen. Dat ze de rekening houden met de zwaarte van ons beroep. Jullie ondersteunen de brandweeracties. Waarom ondersteunen jullie dit? Ja, we ondersteunen dit inderdaad omdat de brandweermensen hard werken, fysiek zware arbeid doen, ook psychisch zware arbeid doen. Ze konden daardoor altijd iets eerder met pensioen dan de gemiddelde, ik ben zelf ook docent, dan de gemiddelde docent. Maar dat was ook volkomen terecht vanwege het risicovolle beroep wat ze hebben en het zware beroep wat ze hebben. En zij dreigen dat nu te verliezen. En zou ik heel erg jammer vinden. Vandaar dat ik heel erg sympathiseer met deze brandweerlieden, met de Arnhemse brandweeren, dames en heren. En vandaar dat we hier zijn.